Guus Joppe, jullie begonnen met goede moed in deze wedstrijd. Alleen bloedeloze 0-0, helaas. Uiteindelijk wel. Ik denk dat we de kansen wel gehad hebben. Dat wij denk ik de enige ploeg waren die verdienden om te winnen. Dat wij aanvallend speelden, maar dat we de kans niet afgemaakt hebben. En 0-0, dat is teleurstellend. Met name de eerste helft, een aantal mogelijkheden. Ja, zeker. Ik denk 4 of zoiets. Ja, ik weet niet even, maar genoeg kansen gehad. Ja. En als je het niet maakt, ja, dan is het taak dat we de 0 houden. Dat hebben we gedaan, maar ja, dat we niet scoren, dat is jammer. Zelf is jammer. Jezelf had je ook nog een mooi geblokt schoot, jammer genoeg. Even kijken, ja, hij is op goal, maar niet overtuigend genoeg, denk ik. Dus alle kansen waren net niet aan ons besteed, dat is jammer. Je houdt wel goed de 0, maar ja, schiet er niet heel veel meer op mijn puntje. Hoe was het om weer eens tegen jou de ploeg te voetballen bij VVV? Ja, was leuk. Lange tijd niet tegenspeeld. Ik heb nog mijn post samengespeeld met Braken, maar mijn post bij VVV. Dus jammer dat hij uitviel. Ik weet niet wat hij had, maar ik had toch liever met 3 punten hier gestaan. Ja, want dat is weinig. 2 punten uit 3 wedstrijden. En maandag weer naar Maastricht. Ja, maandag weer de hete tweede helft spelen die we moeten inhalen. En als wat je zegt, ja, 2 punten, 3 wedstrijden is te weinig. Zeker gezien dat we het zo hebben weggegeven tegen AZ, tegen Ajax eigenlijk. Ook niet hoef te verliezen. En ik denk dat we vandaag ook met te weinig staan, zeg maar, met 0-0. Veel succes. Yes, dank je wel. Dank je wel.